net op tijd. Een aantal van jullie herken ik al, dat vind ik heel leuk, want ik heb ook al bij de aftrap van deze campagne in Maastricht, ik zie daar ook al iemand staan, heb ik jullie gezien. Nou ja, eigenlijk is het heel simpel, de wereld is heel simpel als je blijft nadenken. De Partij van de Arbeid zegt, stop de wietpas, dus stop met alles. En ga het nou eens goed regelen, en dat doen we in de wietwet. Wat gaan we doen? We hebben een wet die gaat over hoe gaan we om met alcohol. Hoe maak je alcohol, de voorwaarden van alcohol en de verkoop van alcohol. Nou, dat moeten we nu ook voor wiet gaan regelen in de wietwet. Dat betekent dat coffeeshops normale winkels worden. Ik noem het dan even, als grapje noemde ik het, wietwinkels. Dat betekent dat de achterkant, de tilt, wordt gewoon gereguleerd. Dat betekent... Het is wel spannend zo, hoor. Ja, ja. Okay. Coffeeshops worden dus gewoon normale bedrijven, net zoals kroegen. En die moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen qua leeftijd en wat je verkoopt als de gewone coffeeshop. Er is enige verwarring over die maatregel THC 15%, dat gaan we ook tegen. Want zo eenvoudig is de wereld niet, moeten we niet doen. Dus wat zeggen wij nu? Regel het goed. Hou het uit de criminaliteit. Want mensen die in de coffeeshop werken, die worden weggezet als tweedehands criminele werknemers. Terwijl het gewoon niet waar is. Regel het goed, zodat jullie het goed kunnen, zelf kunnen kijken hoe jullie telen. Om de voorwaarden, verkoop boven de 18, daaronder moet het vooral voorkomen. En volgens mij voorkomen we daarmee gezondheidsschade, overlast en een hele hoop criminaliteit. Nou, dat is de korte versie. Dus in de wietwet regelen we het goed. Net zoals in de drank- en horecawet alcohol regelen. Je haalt het uit de criminaliteit. Jullie worden gewoon medewerkers in een gewoon bedrijf. En we gaan geen gekke dingen meer doen. Stop de wietpas, stop het afstandscriterium en stop die rare maatregel van 15%.